Goedemorgen, welkom bij Koffietijd. Vandaag komen we uit het toch best wel weer frisse Friesland. Mooie plek, kijk eens, Vraneker. En dit is het planetarium van IJsinga. Wat een mooi pandje, hè? Anno 1768. Ik ben hier nog nooit geweest. Jullie misschien ook niet, dus we gaan eventjes naar binnen. En we hebben in deze uitzending natuurlijk ook nog een heleboel tips. Het IJsinga planetarium is vernoemd naar IJsinga. Uiteraard, kijk, dit is hem. Het was een Fries wonderkind. Op zijn 15e schreef hij al een wiskundeboek. En op zijn 30e begon hij aan de bouw van het planetarium. Het was in 1781 klaar en daarmee is dit dan ook meteen het alleroudste planetarium ter wereld. Afgelopen week kregen ze hier onverwacht bezoek van niemand minder dan Leontien Borsato. Ik ben in Vraneker onderweg naar het planetarium. Zij hebben een aanvraag gedaan voor een eenmalige schenking. En ik ben benieuwd waar ze die voor nodig hebben. Hallo? Dat ziet er heel verrassend uit. Goedemiddag. Ja, hè? Hallo? Dag, Adi Warnhoven. Ja, ik ben Leontien. Ik wil graag even naar binnen. Ja, dat kan vanzelfsprekend. Nou, fijn. Ja. We lopen mee. Kom verder. 1774 is IJsinga hier begonnen met zijn planetarium. Hij heeft dit gemaakt om de mensen meer informatie te geven over het zonnestelsel. Ja. Alleen, ja, de collectie groeit, het aantal bezoekers groeit dus duidelijk. Onze plannen groeien. Dus vandaar een aanvraag bij de Bank Giro Loterij om een pand naast ons wat beschikbaar is aan dit museum toe te voegen. Om die enorme hoeveelheid mensen voor zo'n klein museum beter te ontvangen. Oh, kijk eens aan. Dit vind ik geweldig nieuws. Ach, wat een geweldige verrassing. Hier word ik echt stil van. Dat is gebeurd niet zo snel. Ja! Leuk, hè? Ontzettend bedankt, ja. Zo. Champagne zou ik zeggen. Nou, bijna wel. Oh, wat goed. Zo, wat een nieuws, hè? Dank je wel. Dank. Dat was leuk. Nou. Wat een mooi. Ja. Maar Adrie, dit is leuk. Dit laat je me nou alweer vol trots zien. Maar waar sta ik nou in? Wat voor ruimte neem je me mee? Nou, ik hoop dat je nu begrijpt waarom we dat geld zo hard nodig hebben. Want het planetarium is prachtig. Daar gaan we natuurlijk niets aan veranderen. Dat ziet er nog helemaal uit als in de 18e eeuw dat IJsinga maakte. Maar we willen zo graag dat pand van de buren erbij betrekken. Dat is dit. En dat is dit. Het is een voormalige bakkerij. En wat we gaan doen, je bent nu net bij het planetarium binnengekomen. Het is een hele smalle entree. We krijgen 45.000 mensen per jaar. Die allemaal langs die kleine balie moeten. Ja. Dit gaan we helemaal openbreken. Dus de voormalige bakkerswinkel, dat wordt open. Dat wordt de entree van het planetarium. De mensen hebben dan alle ruimte om hier binnen te komen. Er komt een mooie winkel, een kantoortje voor ons. Achterin een stukje horeca, zodat we die prachtige stadstuin achter kunnen bedienen. En hierboven heb je net zo'n grote verdieping als dit. Dat is toch ook wel lekker. En dat maken we als het ware, ik noem het maar even als werktitel, Planetarium Junior. Dus allerlei activiteiten voor scholen, voor kinderen. Want die krijgen we in grote aantallen. Met allerlei leuke doedingen, waardoor je echt de dingen gaat begrijpen. Maar ik denk dat we hier wel voorlopig mee de toekomst in kunnen, hoor. Ja, ja. Wat zei je nou? Hoeveel mensen komen er nou per jaar? 45.000 per jaar. In dat kleine pandje? In dat kleine pandje. Stapel je ze op? Nou, ik heb wel eens gezegd, gekscherend, van wij zijn het drugsbezochte museum per vierkante meter van Nederland. Maar ja. Laten we wel zijn, 45.000 mensen in relatie tot het Rijksmuseum is natuurlijk niets. Maar kijk naar het planetarium van IJsinga, dat kleine pandje. 45.000 mensen van over de hele wereld, nou, die hebben gewoon ruimte nodig. Ja. Nou, hartstikke gefeliciteerd met het bedrag. Dankjewel. Maar nou wil ik wel alles weten van IJsinga, van het planetarium, van het hele sterrenstelsel. Ik wil alles weten. Eerder ga ik niet weg. Mensen natuurlijk straks meer over het planetarium en natuurlijk ook over het wonderkind zelf, IJsinga. Je moet je voorstellen, meer dan 230 jaar geleden was hier het kind van de wolkammer, een wolkammerzoon, in zijn woonkamer. Het hele zonnestelsel aan het nalaten. En welkom terug bij Koffietijd. Vandaag vanuit het IJsinga Planetarium in Vraneker. Nou, ik krijg zo meteen uitleg over hoe het allemaal zit met al die sterren en manen hier en die planeten. Hier heb je al die tijd naar uitgekeken. Dit is nu het planetarium van IJsinga. Gebouwd in wat ooit zijn woonkamer was. En slaapkamer, je ziet het aan de bedstee. Ja. Maar ook het eten werd hier bereid. Gewoon, het geeft een prachtig beeld van het dagelijks leven. Een soort studio had hij. Ja. Dit, als het ware. Ja, de moderne benaming, maar zo leefde men vroeger. Compact, in één ruimte. Ja, wat deze kamer natuurlijk maar bijzonder maakt. Is dit nou een planetarium? Dit? Dit is nou een planetarium. Een planetarium is een model van het zonnestelsel.
En dat heeft IJsga extreem nauwkeurig uitgevoerd. Want 1 millimeter hier boven ons hoofd, hier aan het plafond, komt overeen met 1 miljoen kilometer in werkelijkheid. Nou, voor een snelle rekenaar die IJsga was, dat betekent dat hij de werkelijkheid 1000 miljard keer verkleind heeft om het toen bekende zonnestelsel past in zijn woonkamer te krijgen. Maar dit beweegt dus ook allemaal? Alles beweegt maar tot de dag van vandaag. En hoe beweegt dat dan? Nou, als je goed luistert, hoor je het tikken van de klok. Ja? Hier boven ons hoofd bevindt zich een enorm radenwerk van tientallen houten wielen en hoepels en assen. Duizenden spijkers als tanden. Allemaal in elkaar grijpend wordt het aangedreven vanuit één enkel slingerwerk. En dat is het tikken wat je hoort. Dit is een bewegend model van het zonnestelsel. Maar dit is eigenlijk gewoon een klok. Het is in wezen een uurwerk wat meer aangeeft dan alleen maar de uren en de minuten. Het laat alles zien wat we maar over ons zonnestelsel weten. En het klopt ook. Alles klopt. Hier aan het plafond zie je bijvoorbeeld de zon in het middelpunt. Die mooie heldere ster. En daaromheen draaien de planeten met de werkelijke snelheid zoals dat ook in het echt gebeurt. Dat betekent dat een planeet als Mercurius in 88 dagen rondgaat. Nou, onze aarde doet er een jaar over. Maar bijvoorbeeld hier Saturnus, die mooie planeet met de ringen, is ook in deze kamer 29 jaar onderweg. Zoals dat ook in werkelijkheid gebeurt. Oh, wat knap. En daarnaast heeft hij allerlei andere klokken gemaakt. Nou, je vroeg of het actueel is. Nou, kijk maar, want het is vandaag woensdag. Hier wordt aangegeven dat het woensdag is. Ja. Ietsje verder aan het plafond zie je een datumwijzer die aangeeft dat het 11 februari is. Ja, klopt. Het is morgen halve maan. Ga alsjeblieft morgen aan de hemel kijken, je ziet een halve maan. Nou, zo zit er nog heel veel meer in. Dat is allemaal niet in één bezoekje uit te leggen. Sons- en maansverduisteringen, de juiste opkomst van de zon en de maan, allerlei bijzondere hemelverschijnselen. Het gebeurt hier allemaal actueel, real time. Oh. Maar dan begrijp ik het wel, dan snap ik wel het unieke hier nou van. En waarom er zoveel mensen van over de hele wereld hier komen kijken. Want het is uniek in de wereld, het oudste nog altijd werkende planetarium ter wereld. Wat moet dat voor jongen geweest zijn? Het was heel bijzonder iemand die IJsga. Zijn levensverhaal is heel bijzonder. Hij groeide op in een wolkammersgezin. Maar als je wolkamt, dan leer je dit toch allemaal niet? Kijk, kinderen hebben wel eens een fascinatie voor wat er om hen heen gebeurt. Nou, IJsga ging daar een stapje verder in en heeft zich door zelfstudie helemaal bekwaamd in sterrenkunde en wiskunde. Hij las boeken, ging rekenen met wat hij in die boeken tegenkwam. En zo schreef hij op basis van die zelfstudie al een soort eigen wiskundeboek op zijn 15e. Ja. Maar liefst 650 pagina's dik. Ja. Een paar jaar later rondde hij zijn eigen sterrenkundeboek af. Hij voorspelde tientallen zons- en maansverduisteringen. Oftewel, hij had die kennis in huis om dit model te kunnen maken. Hij was gewoon Einstein. Ja. Want we praten nu over de 18e eeuw. De 18e eeuw. Hij heeft dit gemaakt tussen 1774 en 1781. Je moet je voorstellen, meer dan 230 jaar geleden was hier het kind van een wolkammerszoon, in zijn woonkamer het hele zonnestelsel aan het nabouwen. Ik kan het al niet bevatten. Nee. En ik ben toch wel heel slim. Nou, we merken het aan onze bezoekers, hè, want we krijgen hier mensen in allerlei categorieën. Van hele jonge kinderen tot student sterrenkunde. Ja. En bij iedereen valt letterlijk en figuurlijk de mond wel open. Als we hier gaan vertellen wat er hier gebeurt, dat het werkt. Nou, dan zie je de fascinatie bij de mensen heel duidelijk in de ogen en, terug. En had hij een vrouw? En was hij getrouwd? Hij had een vrouw, kinderen. Ja, die hier ook allemaal rond. Ja, dat plaatst het ook nog in perspectief. Dat je in die omstandigheden de gelegenheid hebt om dit allemaal dit uit te maken. Dit is bedstee. Hier sliep IJsga met... Hier sliep IJsga met zijn vrouw. Kinderen die later kwamen, die sliepen in de laar onder. Ja. Je kent vast de uitdrukking ondergeschoven kindjes. Nou, dat waren die. Ja, dat was een kwestie van ruimtebeheer. Dan kon overdag de laad dicht, dat scheelde ruimte. En bij bedtijd werd die opengezet en bleef hij ook open. En dan konden kinderen best heel comfortabel slapen. Zie je, alles wat wij tegenwoordig hebben met al die praktische opbergmeubelen, dat bestond allemaal dat al gewoon. Je deed die kinderen gewoon in een la onder het bed. Ja. Hoeveel kinderen had hij? Nou, er zijn 6 kinderen geboren, waarvan de 2 jongens zijn overleden. En 4 kinderen zijn opgegroeid. In die la. Maar er zat een merkwaardig gat van 7 jaar tussen de geboortes van de kinderen. Oh, ja. Precies die periode dat hij aan zijn planetarium gewerkt heeft, zijn er geen kinderen geboren. Ach. We kunnen niet meer navragen waarom, maar de prioriteiten lagen wellicht
Ja, dat moet iets. Maar had hij zijn hersens voor iets anders nodig? Wat was dat? Riepen ze daar. Wat deed je dan? Ja, je denkt misschien dat is om het licht uit te doen. Nou, dat was er natuurlijk nog niet. Koffie wordt er ook niet mee besteld. Nee, heel eenvoudig. Mensen sliepen vroeger rechtop zittend in bed. Want IJsga was niet zo klein dat hij hier lang uit in kon liggen. Ze sliepen met kussens in de rug. Ja. Als je wat ouder wordt, je wordt wat strammer, dan heb je de behoefte om goed overeen te kunnen komen. Ja, dus net als in een ziekenhuisbed, een papegaai. Kun je met een koord, kun je zelf omhoog trekken. Heb ik dat nou goed begrepen dat er ook een planetoïde naar IJsga is vernoemd? Dat klopt, ja. Die heeft hij zelf nooit gezien natuurlijk. Heeft hij zelf nooit gezien. Tussen de banen van Mars en Jupiter zijn nog duizenden rotsblokken. Van enkele kilometers groot tot een paar honderd kilometer. Nou, die hele grote waren wel bekend. Maar met name die kleintjes, nou ja, klein. Een rotsblok van een paar kilometer is nogal wat. Ja. Ja, die zijn pas de laatste jaren ontdekt. Maar er gaat er ook eentje, heb ik me ook laten vertellen, ik heb hem nog niet gezien. De 2633 Warmerhoven. Ja, die loopt, die draait er ook in de ruimte rond, ja. Sinds een paar jaar. Wat is dat? Wat is dat er voor eentje? Nou, dat is een planetoïde die ooit een nummer had, 12633. En twee jaar geleden heeft men besloten om dat rotsblok naar mij te vernoemen. Nou, dat is toch wel een heel leuk idee. Je zweeft gewoon door het heelal. Ik zweef gewoon tot in de eeuwigheid in het heelal rond. Ja. En iedereen weet dat je er was straks? Nou ja, het is maar een klein rotsblok hoor. We moeten niet overdrijven. Maar we kunnen het niet zien, maar de gedachte vind ik toch wel heel leuk. Ik heb nog nooit zo'n leuk gesprek gehad met een rotsblok. Dankjewel. Dankjewel, Adrie. Nou, met die verbouwing hier komt het allemaal wel goed. En ik ga eens eventjes Franeker in, want zo vaak kom ik hier natuurlijk ook niet. En ik heb gehoord dat het een heel mooi stadje is. Het is koffietijd. Het is koffietijd. En welkom terug bij Koffietijd. Nou, ik kom net uit het planetarium van IJsinga. En ik ga nou gewoon Franeker een beetje verkennen, want het schijnt toch een heel mooi oud. Ja, Jan, wat leuk dat je me een beetje Franeker wil leren kennen. Je zegt, we moeten hier beginnen, want dit is het centrum. Eigenlijk zou je dit kunnen noemen als de oudste plaats van Franeker, waar ooit de eerste mensen aangetrokken door een kwelderlandschap naartoe kwamen. Het was in de tijd dat er nog helemaal geen dijken waren. En om dan toch droge voeten te houden, bouwde men hier een terp. En daar gingen de eerste mensen dus wonen. En vandaar dus dat vele adellijke lieden, hoofdelingen, een huis gingen bouwen in de stad. Ja. Moest natuurlijk wel een stevig huis zijn. Vandaar dus dat men dat van steen ging bouwen. En dat heet dan tegenwoordig nog een stins. Is dat dat? Dat is het gebouw hier tegenover. Dat is een stins. De Botnia stins. En daar staat dan de Kamminga stins. Wat is dit dan weer voor een kerkje bijvoorbeeld? Het is ook zo'n mooi torentje. Dat is geen kerk. Dat is het stadhuis van Franeker. Gebouwd in 1591. En Franeker was juist een universiteitsstad geworden. Nou, daar paste natuurlijk ook een prachtig stadhuis bij. Een van de mooiste stadhuizen in Friesland. Nou, geloof ik graag wel leuk, zo'n erkertje. Ja, nou dat is heel speciaal, dat erkertje. Hier werd ook recht gesproken. En als de rechter dus tot een uitslag was gekomen, dan werd vanaf daar het vonnis aan de volken verkondigd. Ach. En dan stond het volk hier allemaal gewoon te juichen. Nou, het zal een beetje afgehangen hebben van datgene wat het vonnis misschien was. Maar als het was op een gegeven moment dat iemand aan de schandpaal werd genageld, dan denk ik zeker dat de mensen dat vonden ze wel leuk, plezierig he? Hebben gevonden. En gebeurde dat ook hier ergens zo? Ja, hier in de gracht, daar stond dus de paal. En daar was men dan aan vastgebonden. En dan ging je zo. Zo stond je dan, ja. Ah, ja. Is dit het huisje wat je me wilde laten zien? Dat kan niet anders. Dit is het Korendragershuisje, 1634, een van de oudste gebouwen inderdaad van Franeker. Jongen, maar dit is toch gewoon een huisje wat zo uit de sprookjes weggelopen, hè? Ja. Maar Franeker was natuurlijk ook een universiteitsstad. De universiteit is in ieder geval veel meer aan de andere kant, aan de westkant van de stad, naar Harlingen. Maar studentensteden, die herken je bij uitstek aan een rijk uitgaansleven, veel kroegen. Of praat ik nu heel erg 21ste eeuw? Helaas was dat vroeger wel wat beperkt, dat uitgaansleven. Want in Franeker was niet zoveel te doen. En eigenlijk was alleen maar dat kroeggebruik in trek bij de studenten. Vandaar dat Franeker ook vaak wel de universiteit genoemd werd. De Zuideracademie. Dit suikerbrood. Dit was volgens mij anijscake. En dit zijn de oranjekoeken.
Ik weet nou niet waar ik het eerste aan begin, maar dat komt wel goed. Leuk hè, Franeker en al die lekkere hapjes. Ik snuffel hier nog even door. We zijn er natuurlijk maandag weer. Heb in de tussentijd een heel goed weekend. Misschien wel mede dankzij onze tips. En ik zeg, tot maandag.